Hey, superleuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe Sims 4 aflevering. Als je de vorige aflevering hebt gezien, weet je dat we op vakantie zijn samen met Kaylee en Justin in de jungle. En heb je weer zin in deze nieuwe video? Doe alvast een duimpje omhoog en vergeet je niet te abonneren. Ik sta hier even gepauzeerd. Kaylee kwam in paniek haar tent uit en ik zie dat ze wordt aangevallen door plasmavleermuizen. Like, oh my god, dus ik weet niet wat er nu gaat gebeuren. Ze zijn nog niet... Oh, daar heb je ze! Oh nee, ja, we kunnen er ook helemaal niks tegen doen. Oh, ze is gebeten. Ja, plasmavleermuizen, die gaan dan ook nog bloed drinken, denk ik. Maar goed, we gaan eventjes dit neerzetten, want ze moet natuurlijk wel eventjes wat ontbijten. En we gaan Justin weer even terugroepen, want Justin die was een beetje pussy. En die durfde niet in de tent te slapen, dus die is naar het vakantiehuisje teruggegaan. Ja, dus dat is een beetje jammer. We gaan maar eventjes wat muesli eten als ontbijt. Zo, kijk nou. Echt kampeergevoel dit. Oh, ze is wel verdrietig. Oh, komt er even een slangetje voorbij. Kan gewoon... Kijk nou hoe zielig ze hier zit. Ach, mij toch. Helemaal achtergelaten op haar vakantie. Ze heeft ook geen plezier meer. Nee, dat snap ik wel. Ik ga Justin weer even terughalen. Hopelijk komt hij gewoon meteen. Want je laat er niet je vriendin zo alleen in de jungle zitten. Zo erg. Justin komt zo langs. Oké, nou dat is in ieder geval fijn. Dan gaan we nu eventjes de tent opruimen. En ook deze kist. Die gaan we natuurlijk weer meenemen naar onze volgende locatie. Samen hierheen gaan. Als het goed is, is hij er al. Ik denk dat hij zo straks door de poort komt rennen. Wat is dit eigenlijk voor boom? Avocadoboom. Oh, ik wil wel avocado's oogsten. Dat is leuk. En daar hebben we Justin. Nou, gelukkig. Hij heeft lekker in bed geslapen in het vakantiehuisje. En ik doodsangst uitgestaan in die tent. Dat is ook echt helemaal niet meer fijn. Nee, ja, dat snap ik wel. Ik zou me ook echt helemaal niet fijn voelen. Maar ja, we hebben wel avocado's. En het is hier super... Oh, de brug is weg. Huh? Waar is de brug? Gisteren was hij er nog. In de vorige aflevering. De brug is weg. Nou zeg, en nu dan? Hoe kunnen we er nu overheen? Gewoon niet. Nou, oké. Ik ga dan maar weer eventjes terug de andere kant op. Ja, de brug is weg. Nu zijn we hier. Ik ga er gewoon gelijk weer terug doorheen reizen. Misschien dat de brug er dan op magische wijze weer is. You never know. Nee, hij is er gewoon echt helemaal niet meer. En wat als we hier samen heen gaan? Dan komt hij er ook niet. Nee. Ja, ik probeer nu hierheen te gaan. Oh! 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 Ze loopt op niks! Ze loopt op niks. En dat gaat Justin nu ook doen, denk ik. Oh, hij loopt op niks! Oh, oké, maar de brug is er dus wel, maar hij is gewoon onzichtbaar geworden of zo. Oké, that's very creepy. Maar goed, hier was trouwens nog iets om op te graven. Dat wil ik ook wel even doen, nu we er toch staan. Oh, we hebben daar de archeologievaardigheid van geleerd. Nou, helemaal prima. Misschien is dat nog wat leuks voor haar. Justin is wel een beetje saai, hè? Hij zegt ook echt helemaal niks. Oh, er is ook iemand anders. Suzanne. Oké, we hebben een Tote Kalama reliquie gevonden. En dat mag zijn, is dat dit? Oh ja, kijk. Ik weet niet wat het doet. Maar oh, je kan het samen smelten. Ik wil eventjes hier samen met Justin opstaan. En ik wil eventjes met hem zoenen. Romantisch bij de waterval vorig jaar ook gedaan. Ik vind het zo leuk. Oeh, kijk. Dat is romantisch. Zo, we nemen even een leuke selfie bij de waterval. Ook al staat de waterval er helemaal niet op. Maakt me helemaal niet uit. Oh, ik moet trouwens ook nog natuurlijk voor het werk een foto van Sims in een alledaagse outfit maken. Nou, laat hij nou net een alledaagse outfit aan hebben. Oh, en hij wordt er eens aangevallen door beesten. Oh my god! Justin! Nee! Oh, ik kan hem niet helpen. Oké, ik ga even dan maar een foto maken van Justin. Hij heeft een alledaagse outfit aan, dus dat is mooi. Oh, dan krijgen we niet de waterval erop. Maar misschien is dit ook wel mooi. Oh, nou op zich. Best wel mooi dit. Maar waarom staat hij zo gek? Dat is ook niet nodig. Waarom maak ik die foto's altijd elke keer zo van bovenaf? Normaal is het meer van recht. Maar nu is het elke keer een beetje zo naar beneden gefotografeerd of zo. Heel stom. Oh, kijk. Dit is een goede pose. Ja, dat is een leuke foto. Oh, hij is bang. Ja, dit kan ook nog wel. Nou, dit is wel heel smooth. Maar goed, ik doe het wel gewoon. Oh, dit is een leuke foto. Kijk eens aan. Die vind ik helemaal leuk. En dan wil ik ook nog eentje met een andere achtergrond. Die doe ik denk ik gewoon bij de volgende locatie waar we nu heen gaan. Ik ben daar wel heel erg benieuwd naar.
Nog twee foto's maken en dan kunnen we de foto opsturen. Nou, dat kan gelukkig gewoon vanaf de telefoon. Het uploaden van de foto niet. Maar ja, dat komt wel. Het moet voor zondag. Dus dat lukt wel. Het is nu donderdag. Oeh, kijk eens. We zijn bij de volgende, ja, chaos aangekomen. Hier is de poort. En hier is er nog één, maar daar kunnen we niet in. Dan moet je hier vaker naartoe gaan. Ja, en hier heb je er nog één. Ik weet dat er één van de twee dood loopt. Hier heb je er nog één. Volgens mij loopt deze dood. En volgens mij loopt deze dood. En deze gaat volgens mij verder. Dus ik ga die sowieso openmaken. Ik doe dat maar gewoon nu. Want dan komen we volgens mij in die tempel terecht. Ja, kijk, deze. En daar wil ik even heen. En wat heb je hier verder dan nog? Oh, daar heb je dit, denk ik. Toch? Ja, dan heb je dit moeras nog. Daar kan je dan nog heen. Oh, er is wel een schatkist. My god. Maar dat wil ik dan weer wel. Oh, er gaat ook een krokodil. Oh. Oké, even kijken hoor. Waar zijn we nou? Ik ben helemaal de weg kwijt. Oh ja, dan heb je hier nog een poort. En die gaat dan naar. Oh ja, die gaat hier naartoe. Oh ja, en dan kan je hier nog zwemmen. Oh! Jeetje, weer bijen. Ja, die bijen boeit me niet. Ik was even dit aan het bekijken. En dan kan je. Oh, je kan hier ook nog verder dan. Oh, oké. Dus je kan nog verder. Waar ga je dan heen? Oh, dat kan ik niet zien. Oh, er staat ineens iemand hier. I don't know wie dat is. Maar ik wil dit nog even verder vrijmaken. Of die man mag me ook helpen. Maar ik denk niet dat hij dat gaat doen. Dit is toch pijnlijk om met je handen te doen? Ik zit gewoon heel die takken zo eraf te halen. Oh, die man kwam ook ineens. Justin, kom je nog? Of is Justin hem weer gepeerd? Zeker weer bang. Zal toch weer eens niet zo zijn? Oh, daar hebben we weer dat ei. Of het ander ei is het dit keer? Oh jeetje. Zou ik het ei beschermend in de gaten houden? Je hebt er wel archeologievaardigheid voor nodig. Ik heb daar level 1 van. Ik doe het gewoon. Ik wil gewoon weten dat het dan begint. Kaylee herinnert zich vage legende over een wezentje in een vreemd ei. Ze probeert het ei op een wetenschappelijke manier te observeren, maar valt uiteindelijk in slaap. Als ze wakker wordt, ziet ze een leeg ei, geen wezen en geen vogels. Is teleurgesteld en een potentieel belangrijk moment voor de wetenschap te hebben gemist. Oké, tuurlijk gaan we naar de tempel reizen. Hallo. Kijk, jongens, we hebben het gered. We zijn bij de tempel, maar Justin is letterlijk inderdaad weer weg. Ja, ik ga hem gewoon weer bellen dat hij hierheen moet komen, want hallo, we zijn toch samen op vakantie? Dan ga je toch niet elke keer weg? Maar goed, dit is dus de tempel. Er staat niet zo heel veel speciaals eigenlijk in. Hier kan je al niks mee. Je kon hier nog wel iets doen. Oh ja, hier kun je nog iets opgraven. Maar daar beneden heb je wel. Probeer om te passeren. Ik weet niet hoe je daar ook alweer doorheen kwam. Of je dan iets moest doen of zo. En je hebt beneden ook nog van die. Oh, ja, van die soort gangen. Heel ook nog iets van water of zo. Ja, dit. Maar omdat je kan zwemmen. Of dat is dan misschien beneden. Maar volgens mij is dit dus een soort puzzel. Oh, daar heb je hem weer hoor. Nou ja, nu die er toch weer is, ga ik maar meteen even weer een foto maken van hem. Bij deze locatie. Leuk met de tempel op de achtergrond. Zo, kijk eens aan. Super stoer bij de tempel. Misschien kan hij nog een stoere pose doen dan. Ah, dit is ook wel leuk zo. Zo. Nou, dan hebben we in ieder geval de foto's. Dus dat is goed. Even snel kijken hoor. Want die kan ik gelijk opsturen om te laten goedkeuren. Hier zijn ze. Hier heb ik een foto van Justin. Kwaliteit uitstekend. Fleurderige sfeer 6. Oh, dat komt zeker door die waterval natuurlijk. Hier heb ik nog mee. Kwaliteit normaal. Normaal. Deze was uitstekend. Dus dan gaan we die natuurlijk opsturen. Oh, dat kan niet. Dan moet ik wel thuis zijn. Of ik moet ze in de wereld plaatsen. Ja, dat kan ik hier dan natuurlijk niet doen. Nee, nou, dan moet ik ze toch even bewaren. We gaan eventjes hierheen. Proberen om te passeren. Ja, wat was het ook alweer? Het is een soort puzzel of zo. Maar hoe het ook weer precies werkt, dat weet ik niet. Ik ben Justin, wil je op een afspraakje gaan? Hallo. Je was hier net. Hij is weer weggegaan. Wat een kwal. Oh! Ze staat in vuur en vlam. Oh! Ze staat helemaal in vuur en vlam. Oh, nee. Nee. Jezelf blussen. Snel. Snel, alsjeblieft. Ja, joh, lopen nog even lekker casual naartoe. Even lekker zo je modellen loop. Jij staat in brand. Maak het uit. Boeit toch allemaal niet, joh. Oh, halve hartaanval. Jeetje. Oh, ze liep er ook nog echt zo heel lekker op de gemakkie naar het water toe. Meid, je stond in de fik. In de hens. Ik weet het niet. Goh, wat een drama weer, joh. Oh, wat een paniek. Wat is dit? Kunnen we hier nog iets leuks meenemen? Uienoogsten. Oh, ik wil wat uien hebben. Lekker, kunnen we mee koken. Ja, moesten we hier iets mee doen of zo? Aan rechter krijgerswapen trekken. Oh!
Ik heb het in één keer goed. Oké, maar nu is dat vuur... Oh ja, het vuur is wel weg. Oké. Oh my god. Jeetje, samen hierheen gaan. Oh, Justin is er dus nog wel. Maar hij is gewoon ergens anders naartoe gegaan of zo. Ik ga hem eventjes dit opgraven. Ik moet toch op Justin wachten. Ik weet niet waar hij allemaal uithangt, die jongen. Maar, Oh, kijk, daar zal je hem hebben. Hij is er gewoon, hoor. Kan hij niet ook even wat doen? Hij doet echt letterlijk niks nuttigs. Oh, we hebben een masker of zo gevonden. Oké. Kan ik dit activeren? Complimentje geven voor snijwerk. Geen idee. Hier kunnen we natuurlijk niet doorheen. Ik ga ook niet proberen om te passeren, want dat lukt toch niet. We moeten het toch alweer openmaken door iets geheims of zo. Maar waar ging het ook alweer naartoe? Ik ben gewoon compleet vergeten. Oh, onjuiste activering. We gaan een skeletgrap vertellen. Oh, nee, ook niet goed. Afbrokkelijk een steen beledigen. Is dat dan goed? Volgens mij ging het gezicht ook bewegen. Oh, we hebben hem sip gemaakt. Oh, nee. Oh, maar het was wel het goede om te doen. Oké, nou Justin, kom maar. We gaan samen hierheen. Wat stond er nou? Om hulp bij schoonmaken vragen. Waarom moeten we dit nou weer schoonmaken? Wat een vakantie, hè? Zal ik eventjes vragen maar wat hij ervan vindt? Oh, ik moet ook even uitnodigen om te blijven slapen. Anders gaat hij er dadelijk weer vandoor. Dat wil ik natuurlijk niet. En hopelijk blijft hij dit keer wel. Ik ga eventjes maar vragen, ja, wat hij ervan vindt. Vragen hoe zijn dag was. Ja, wat vond je van deze dag, Justin? Tot nu toe. De dag is nog niet eens voorbij. Maar het is wel een intense dag natuurlijk zo. Maar goed, we moeten nog wel verder natuurlijk. Hier kan je dit weer activeren. Nou, het zou nu toch niet hetzelfde zijn? Ik denk dat we nu wel een andere optie moeten doen om dit open te krijgen. Ga ik vanuit. Klets met Justin en Patella. Oh, er is een skelet. Oh, er is een skelet. My god, er is een skelet. Oh, ik ga hem even voorstellen aan een skelet. Oh, wat grappig, joh. Is gewoon een skelet. En ze heet, hoe heet ze nou? Patella of zo? Oh, hij schrikt zich dood. Ja, ik zou hem ook doodschrikken van een skelet. Nou, helemaal leuk. We zijn met het skelet hier. Toch geweldig. Moet je nou kijken. Oh, je hebt 24 uur om je rekening betalen. Anders wordt alles afgesloten. Oh, de elektriciteit is al afgesloten. Ja, maar ik ben toch niet thuis. Dus ja, maakt mij het dan uit. Oh, dat was weer niet het goede. Oké, nou dan nu misschien wel een skeletgrap. Oh, hij lacht erom. Maar dat is het dan ook wel, denk ik. Volgens mij gaat hij niet open. Is het dan wel letterlijk dezelfde optie? Zal toch niet? Jawel! Oh, het is dezelfde optie. Oh my god. Ja, je gaat er dan vanuit dat je een andere optie moet kiezen. Maar blijkbaar is dat niet zo. Oh, hier heb je er weer een. Weer een gezicht. Nou, dan zal het alweer hetzelfde zijn, toch? Of dit keer zeker weer niet ineens. Oh, hier is nog een poort. En dan? Dan zijn we bij het eind. Even kijken hoor. Oh nee, nu was dat inderdaad niet het goede. Nee, zie je wel. Je zou het net weer zien. Ook niet. Schuld geven voor tempelgevaren dan. Waarom is sociaal ineens zo erg naar beneden? Oh, hij is laaiend. Oh, het beeld is laaiend. Oké, maar dit was het dus allemaal niet. Ik heb alles geprobeerd. Nou ja zeg, of komt het omdat ik zo weinig... Ja, waar komt het door? Ik heb ook helemaal geen sociaal dinges meer. Waar is Justin? Nee, Justin is weer weg. Oh, dan heb ik alleen nog maar het skelet om mee te praten. Ik wil helemaal niet met het skelet praten. Like, hallo. Naar hobby's vragen. Heeft het skelet hobby's? Wat voor hobby's zou ze hebben dan? Hier gewoon een beetje rondlopen heel de dag. Oh, Patella heeft een hekel aan fitness. Nou, ze heeft... ze heeft dus geen hobby's. Nou ja, kan dat ze die nog wel heeft uiteindelijk. Maar ze houdt dus in ieder geval niet van fitness. Hey, ik wil gewoon door die laatste poort eigenlijk. Ik wil gewoon even zien wat daar nou is. Activeren. Oh, hand in gat van bloemclip steken. Oh mijn god. Oh my god. Ik weet niet... Oh my god, wat is dit? Wow, oké, ze gingen ineens dansen met botten of zo. Echt super creepy. Maar goed, kom op Kaylee, activeer die poort. Even kijken. Nee, dat was niet het goede gat. Pijlpunt glip of zo. Is dat dan het goede gat? Oh, we moeten ineens naar de wc. Oh, dat komt door die gaten dan. Oh! Wat gebeurt er nou? Oh! Hij staat onder de basis. Oh my god, Justin was er dus nog wel. En Kaylee die heeft in de broek gepist. Oh my god. Nee! Nee, 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 nee. Oh, oh nee, nee. Hij staat in vuur. Oh god, shit. Hierheen. Snel, we moeten hem blussen. Oh. Oh mijn god. Nee, we zijn er nooit op tijd. Hij staat in vuur. Ga in het water dan, sukkel. Oh
Oh mijn god. Oh my god. Kaylee, rennen. Rennen, Kaylee. Alsjeblieft. Oh, de Coppatella al. Oh, alsjeblieft. Kom op. Kom op. Waar gaat ze nou allemaal naartoe, joh? Wat? Nee. Nee. Mijn god. Oh. Oh. My god. Nee. Oh mijn god. Nee, waarom klik ik allemaal op? Smeken. Smeken. Kom op. Please. Oh ja, oké. Ze gaat het doen. Oh, spaar hem alsjeblieft. Alsjeblieft. Nee. Mijn hele plan valt in duigen. Ja, dat weet ik. Mijn Apple Watch zei dat het maandag is. Nee. Hij is dood. Hij is dood. Dood. Ze was er te laat. Ze stond hier, echt, ze liep hier. Hier zo, hè? En ze was te laat. Ze was gewoon te laat. Waarom ging hij dan ook niet in het water? Hij bleef daar zo dom staan. Hallo. Hij is dood. Hij is dood. Hij wil nu op een afspraakje gaan. Jongen, je bent letterlijk net dood. Hij belt vanuit zijn uren op. Hey, wil je even op date? Oh mijn god, hij is dood. Oh, ik vind het ook zo zielig voor Kaylee. Ze is al haar ouders verloren. En nu is haar vriendje verloren. Ze hadden net verkering. Het ging zo goed. Ze hadden net één dag verkering. Oh, ik vind het echt afschuwelijk. Oh my god, ik wil hier ook zo snel mogelijk weg. Ik neem die urn mee. Ik wil hier gewoon... Ik wil hier weg. Helemaal weg gewoon. Hier vakantie beëindigen. Ik wil naar huis. Ik ben er klaar mee. Oh, dit is echt zo erg. Ze is ook helemaal in de rouw. Oh, waar is de urn nou? Oh, hier heb je hem. Het is een steen. Nu is het een urn geworden. Oh my god. Gewoon. Ze is al gejuicht. Er valt helemaal niks te juichen, Kaylee. Ik weet niet wat er mis met je is. Oh my god. Nou, ze gaat eerst even lekker een douche nemen om even bij te komen. Justin is dood. Hallo, ik besef het zelf nog niet. Hij is letterlijk net overleden. Ik wilde leuk met hem op vakantie gaan om ons leven te beginnen. Om daarna misschien te gaan samenwonen. Ik had zulke leuke plannen met hem. Hij was net interieurontwerper geworden. En nu is hij dood. En ook gewoon mijn hele Sims-plan. Mijn hele... Ik had het zo leuk als ze kinderen zouden krijgen uiteindelijk. En zouden trouwen. Maar het kan gewoon niet meer. Want hij is dood. Ik moet Jenna bellen. Ik moet Jenna bellen. Ze moet langskomen. Ze ligt waarschijnlijk te slapen. Maar ik moet Jenna bellen. God, Jenna. Help. Letterlijk. Kom op. Help alsjeblieft. Jenna is aan het slapen. Ja, hallo. Justin is net overleden. Dat boeit het toch niet dat je aan het slapen bent? Daar word je toch wel voor wakker? Oh my god. Ja, kijk er maar even goed naar. Oh, ik vind het echt, echt afschuwelijk. Ik kan ook niks doen. Nou, ik ga maar eventjes een beetje eten of zo. Even een boterham. Nou, je hebt natuurlijk helemaal geen honger. Hallo, als je vriend net is doodgegaan, dan heb je toch helemaal geen zin om een boterham te eten. Nou, ze gaat het toch maar doen. We moeten toch even wachten tot iedereen wakker wordt. Want we moeten... Zijn huisgenoten moeten langskomen. Jenna moet langskomen. Hallo, we hebben gewoon wat steun nodig. Dit is... Nou, dat is echt afschuwelijk. Oh, en ik heb nog wel zo'n leuke foto van hem gemaakt. Oh, ik ga die wel gewoon nog indienen. Bij de klant. Om te publiceren. Hopelijk wordt die goedgekeurd. Als herinnering aan Justin. Hij is dood. Oh, en ik had ook nog net een selfie met hem gemaakt natuurlijk. Oh, wat ben ik blij dat ik dat nog had gedaan. Hallo, anders hadden we ook nog eens geen foto met hem gehad. Oh my god. Nou, die ga ik nu meteen ook gewoon
ophangen. Oh, ik kan hem hier opzetten. Nee, ik vind het echt heel erg. Nou ja, ik heb die foto maar even hier neergezet. Ik wilde wel iets van een kaarsje bij. Ja, en nog het erg is natuurlijk dat dit ook een urn is van haar ouders. Of nou ja, haar ouders zijn natuurlijk allebei overleden. En Jenna heeft een urn en Kaylee heeft een urn. Dus dit is al een gedenkhoekje voor haar ouders. En nu is het ook nog een gedenkhoekje voor Justin geworden. Oh, ja, daar moet natuurlijk ook een kaarsje bij. Maar er staan al zoveel kaarsjes. Er is geen plek meer. Er zijn zoveel mensen verloren. Het is echt afschuwelijk. Ik heb gewoon een grotere gedenktafel nodig. Zo erg is het. Ik heb letterlijk gewoon dit nodig of zo. Zo'n grote kast. Ik weet niet wat hier leuk past. Dit past hier wel leuk. Ik heb gewoon letterlijk zo'n kast nodig. Puur en alleen om iedereen te kunnen herinneren. Die Kaylee is verloren. Nou, ik heb toch even een ander tafeltje gevonden. Deze vond ik, past iets leuker of zo. Nou ja, leuk. Wat is er nou leuk aan dit verhaal? Er moet eigenlijk nog iets van een kaarsje bij of zo. Maar ja, het zit gewoon vol. Ik bedoel, er kan gewoon niemand ook meer doodgaan. Want het is gewoon vol. Nou, ik heb er nu dit van gemaakt. Ja. Nou, we moeten het maar even... Ik hou het maar gewoon even zo. We hebben nu kaarsjes bij deze urn en bij het... De foto van Kaylee en Justin. Nou, ik vind het echt... Ja, sorry. Jullie weten wat ik ervan vind. Ik ben echt even in shock er gewoon van. Ik vind het zo jammer. Nu nog even iedereen uitnodigen. Jenna, Selena natuurlijk. Zijn huisgenoten. Wie is nog meer zijn huisgenoot? Chrissy. En die andere kan ik niet uitnodigen. Ben zijn naam even kwijt. Nou, hopelijk komt er even iemand langs. Hallo, Kaylee heeft ook gewoon wat steun nodig. Iedereen komt langs. Nou, dat is fijn. Oh, krijgt ze in ieder geval wat steun. Oh, de foto is ook nog afgewezen. De foto van Justin. Nou, dat is helemaal dramatisch. Nou, dan stuur ik een ander op. Ik heb er nog meer. Maar jeetje, dat is helemaal erg. Oh, Chrissy is er als eerste. Nou, Chrissy. Kom maar binnen. Selena is er ook. Oh, nou, zullen we even allemaal naar de urn gaan? Over problemen klagen. Ja, Chrissy. Hij is overleden helaas. Oh, dat zou ze ook wel erg vinden, denk ik. Ik weet niet hoe close hun waren, maar... Oh, Jenna is er. Gelukkig. Nou, hallo. Kom even allemaal hierheen. Want het is verschrikkelijk wat hier gebeurd is. We gaan eventjes Jenna liefdevol omhelzen en haar eventjes om advies vragen. Ja, we hebben haar echt nodig nu natuurlijk. Oh, er gebeurt iets met Jenna. Is dat als ze een nieuwe hobby of zo krijgen? Oh my god. Nou, we zijn het aan het vertellen hoor. Oh, Jenna. We hebben echt Jenna de komende dagen weer even nodig. We zullen denk ik veel tijd met haar gaan spenderen. Want ze moet zich natuurlijk even weer wat beter gaan voelen. Want dit is echt dramatisch. Weer mijn foto afgewezen. Ze wijzen ook nog eens alle foto's af van Justin. Nou, ik vind het echt helemaal, helemaal dramatisch. Ik stuur er gewoon nog één in van Justin. Het is echt super heftig allemaal. Maar ja, we moeten door deze lastige periode heen komen. Oh, ze krijgt al een hele dikke knuffel van Jenna. Oh, dat is wel echt zo lief. Nou, Jenna is er in ieder geval wel voor Kaylee. Dit was de aflevering voor vandaag. Het liep zo anders dan gepland. Ik had het echt niet gewild. Ik vind het echt jammer. Maar goed. Bedankt voor het kijken. Doe natuurlijk wel een duimpje omhoog als je het toch leuk vond. Vergeet je niet te abonneren. En hopelijk tot de volgende keer. Bye bye.